Luister. Ik ben een zielig dolfijntje. En ik ben een... Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is eigenlijk al een beetje middag. Ik ben de hele ochtend bezig geweest met editen en mijn spullen pakken. Want het is vandaag maandag en ik vlieg straks richting Joret. Dus Dani komt er nu aan, dan gaan we richting Schiphol. En dan vliegen we naar Barcelona en vanaf daar worden we opgehaald. En dan vliegen we naar Joret, rijden we naar Joret. Gaat het niet, Monica? En dan moet ik daar vanavond draaien in Club Bumpers. Dus ik heb er heel veel zin in. En het is super lekker weer vandaag hier. Maar ik zag ook dat het in Spanje super lekker weer is. Dus eigenlijk komt het allemaal helemaal mooi uit. En volgens mij is Danique nu beneden. Dus ik loop naar beneden. Oké, dit is wat ik aan heb. Jumpsuitje van Most Wanted NL. Nike's en mijn Balenciaga tas. En mijn koffertje is weer ingepakt. En ready to go. Yay, mijn zus is er. Nee, jij vliegt. Ik ben echt eurs. En we zitten in de taxi richting Schiphol. We zijn door de security check heen en we zijn letterlijk anderhalf uur te vroeg op Schiphol nu. Dus we hebben anderhalf uur om een beetje aan te kloten. We gaan even lekker eten op Schiphol voordat we moeten boarden. We hebben brood met paling, garnalen, zalm, paling en tonijnsalade. Eet smakelijk, zus. Dankjewel, zus. We zijn eventjes boeken aan het halen voor in het vliegtuig. We gaan spelletjes tegen elkaar spelen. En ik dacht, oh ja, ik wil een nieuwe Ziggy. En dit is echt zo'n enge. Want hij had een leuk slaapzakje. Dus ik denk, dat heeft Ziggy ook. Die ga ik nemen. Maar het is echt een fucking enge knuffel. Gadverdamme. Dit wil je echt niet tegenkomen in je bed. En het kind moet zijn mond houden. Ze is vastgebonden in de... Zo, is de SM paarden. Paardenfreak. Ready to fly! We hebben onze Sudoku denksportboekjes mee. En we gaan er een competitiële vlucht van maken. Nou, Dani heeft er zin in. Ophangen. Nee, ik wil iets zeggen. Oh, ik zal even mijn camera ophangen. Ja. Ik ben weer even in een massagestoel gaan liggen. Oeh. Holy shit, dit is pijn. Nou, we zitten na 100 jaar in het vliegtuig met de vertraging. Toen kwamen we aan en toen moesten we onze bagage weer verplicht inchecken. Omdat er geen ruimte meer was. Wat ik niet snap waarom er geen ruimte is in het vliegtuig. Terwijl er toch ruimte hoort te zijn voor elke stoel die er is met je handbagage. Dus dat betekent dat mensen te veel handbagage mee hebben. Dan moet je die lekker in laten checken. Want wij moeten meteen door. En ja, gewoon drie keer kut. Maar goed, we zitten. En we gaan er een fantastische vlucht van maken. We hebben net twee Sudoku's gespeeld. Eentje heeft Danique gewonnen en eentje ik. Ik ga alles in. Nee. Dit is zo'n catfish. Nou, Gio, dat is niet normaal. Catfish season has started. Je denkt, oh lekker. Lekker, donut. Dan heb je alleen deze troep snacks. Catfish, catfish. Catfish. Ik hoop dat we genoeg hebben. Ik want ijs. Hey, box is ook light, toch? We zijn aan het landen en er komt allemaal rook uit die dingen. Dat heb ik echt nog nooit gezien in een vliegtuig. Fucking raar. En we zijn geland. We zijn uit het vliegtuig en we gaan nu dus naar de bagage om onze bagage op te halen. En dat is super kut, want ik moest hem nog opmaken in het vliegtuig. En nu heb ik dus heel gay mijn ene tasje mee en nu zo mijn andere. Ja, dat is een beetje jammer, want we hadden dus al een uur vertraging of zo. Het is nu 9:30. En nu moeten we dus ook nog eens wachten op onze bagage. En dat duurt vaak ook echt nog wel lang. En dan mag ik hopen dat ze mijn bagage hebben. Dat mijn USB-stick zit erin. En die heb ik nodig. Zo.
laten we hopen op het beste. We zijn net opgehaald en alles was goed met onze koffers. En nu gaan we rijden richting Joret. En dan worden we bij het hotel gedropt. En dan even chillen. En dan volgens mij rond een uurtje of twee draaien. En morgen weer terug. We zijn even gestopt bij een tankstation. En in Spanje hebben ze altijd een soort van... kattenbak. Een kattenbak. En ze hebben in Spanje altijd een soort van apartere dingetjes. IJsjes. Dus we gaan even kijken of... Oh, wat is dit? Nee, ze hebben die zakjes niet. Gadver. Dit is pas een vieze knuffel. Ja, ze hebben echt gare ijsjes. Alleen maar Magnums. Do you want something to drink? No, 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 thank you. Okay. We hebben mijn lievelingschips gehaald en die verkopen ze alleen in Spanje. En het is deze. I love it. Dit is echt de beste ooit. Proef het alsjeblieft. Oh, wordt het weer een aparte snoepvideo. Dit is zo lekker. Dit is zo lekker. Oh mijn god. Het ruikt meer naar smaak dan wat er smaakt. Ja, de smaak is niet heel heftig, maar het is... En we hebben Babybel. Mm. We zijn inmiddels aangekomen in het hotel en we hebben twee slaapkamers. Alleen vind ik het wel zo gezellig om gewoon samen te slapen, dus we hebben er eentje gepakt. En we gaan ons zo eventjes klaarmaken. Het is nu bijna 12 uur en om 2 uur moet ik draaien. Dus ik denk nog even een uurtje chillen hier en dan richting Bumpers lopen. Thomas van Concentrate is ook in Joret en Polska zo zijn er weer. Dus dat is super leuk. En Broederliefde is er ook. Dus even kijken of we nog wat mensen gaan meeten vanavond. Maar ik heb er heel erg veel zin in. Volgens mij is het een hartstikke gezellige avond. En die man die ons op kwam halen was ook super lief. En allemaal heel behulpzaam. En we zijn vorig jaar, toen ik met Ronnie over meeging nog, toen kwamen we elke week in Joret bijna. En toen gingen we elke keer eten bij zo'n Argentijns restaurant. En ik heb volgens mij die man ook een keer gefilmd. En toen... werkte echt gewoon een hele lieve man. En toen gingen we elke week gingen we weer naar hem toe. En ook foto's en zo op Instagram maken. Alleen, ja, nu ben ik dus te laat om nog te kunnen eten daar. Morgen moeten we alweer weg om 1 uur. Dus dan kan ik ook weer niet meer heen. Maar als het goed is, ga ik deze maanden nog wel vaker naar Red. En dan hoop ik wel nog eventjes daar te kunnen eten. Danique en ik lagen op bed. En toen kwamen we erachter dat we eigenlijk wel echt zin hebben om gewoon vanavond weer een leuk avondje te hebben. Helemaal door het licht! Door het licht! En dat we morgen dus niet zo vroeg weer op willen terug. Dus zijn we even aan het kijken of we even een dagje langer kunnen blijven hier. Nou, het kan sowieso qua vluchten. Dus gaan we nu eventjes naar beneden naar de receptie om te kijken of we dus ook nog een dagje langer in het hotel kunnen blijven. Dus dat gaan we nu doen. Wij hebben ons even opgefrist. Ik voel me net Pippi Langkous in deze nieuwe jurk. En die Nike's eronder. Echt niet mijn ding. Maar we gaan nu richting Bumpers. En daar hebben we Danique, de freak. Jesus, fuck. Ik heb een paar
Ik ben er klaar, dit is heel fijn. Hij is heel erg leuk van deze beleving. Zo fijn. Want iedereen... Ik lijk wel een boerin met deze jurk en deze schoen. Dat kan echt niet. Ik wens je zoveel plezier met dit editen. Your video is way too high, you need to cut it. Your brace is way too high, you need to cut it. Hey. We gaan nu wimpers uit. Nee, luister, je hoeft het dan niet meer te knippen, kan ik je vertellen. Is goed, ik heb het toch geknipt. Ha. Knip. Siro, biro, hiro, firo, la 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 liro. Hey, siro, paas me is die wiro. Yo, ik ben Daniek. Yo. Ik ben een echte freak. Hey, yo, ik ben Zola. Paas me is die cola. Hey. Atje Dani, bitch. Hey. Is dit een vlog? Is dit een vlog? Yes, ik wil. Oké, wacht. Oké, we gaan de dans doen. Is dat, staat hij aan? Je hebt best een money, hè? Ik heb 5 euro! Oh. Ik heb 5 euro! Hé, is dat gek? Besef dat hij gepakt? Je hebt net een hoer gepakt in een steeg. Ja, ik heb die hoer haar dag verpest, man. Echt. Dat is niet oké. Okay. Monica. Jorette, is echt niet gezond voor ons, hè? Hop, hop, hop. Is het gezond voor ons? Nee. Hé! Luister. Ik ben een zielig dolfijntje en ik ben een Joret. We zijn in de Burger King, het is fucking druk hier. Je hebt maar 3 dingen: cheeseburger, long chicken of kingfish. Ik doe 3, ja, hoort hier niet, doei. Wow, je zou ook blijven zijn. Sorry, schatje. Ze gaan gewoon tekeer als holbewoners. Hey schat. Ja, tuurlijk herken ik je. Dank je. Oh, superleuk. Schat, wat wil je eten? Hamburger. Wat wil jij eten? Een hamburger. We zijn onderweg naar huis. We hebben net een avontuur gehad over die 2 bruggen. Kut. En nu? Nee! Hij gooit het hek dicht. Het is nog open. Ik ben helemaal uitgeput. Deze berg is zo lang dat ik... Deze berg... Nou, niet alleen deze berg, deze hele weg. Deze hele weg is zo lang. Monika. Van de 1, 2, 3 naar de 4. Dikke cherry in mijn mond en mijn ogen op een keer. Je gaat ballen in je tuin, beter doe je dat niet hier. Want een hoogvliet blijft me niks zoeken naar papier. Ze willen een rondje in de GTE. Ze pakken nog een money zonder BTW. Roll through the sprinklers. Nee, niet naar mij doen. Roll through the sprinklers. I'm Giancarlo. Ik doe wel als een hertje rennen. Oké, ren als een hert. Maar ik hoef geen 50 euro. Oké. Ah! Hij komt naar mij. Nee, dit is niet de bedoeling. Oké, ik ga een hertje. Oké. Maak een koprol. Het lijkt net of je plast. En de plas uit je kont kwam. Sikke straal hoor. Sikke straal hoor. We zijn eindelijk in de hotelkamer. Het is al licht buiten. Wordt gefacetimed in de back. Als we morgen een leuk feestje hebben, dan blijven we. Dat moet jij beloven. Als het niet is, dan blijven we niet. Zeg maar ja of nee. Nou, doei dan. Dan gaan we naar huis. Dus ik ga de vlog lekker afsluiten. Ik wil kaas! Ik ben ook een klant! Ik ga de vlog afsluiten. Jij bent geen klant, jij bent een diertje. Diertjes kunnen geen klanten zijn. Eet elke keer mijn knausje heb en ik zie jullie morgen weer. Diertjes kunnen geen klanten zijn. Diertjes kunnen geen klanten zijn.